Jong Sparta verliest vandaag met 1-2 van Spakenburg in een enorm spektakelstuk. Kan jou een beetje bevatten wat er allemaal gebeurd is vanmiddag? Ja, zeker weten. Ik vond van onze kant gewoon een fantastische wedstrijd. De jongens hebben gewoon vooral op de Sparta-norm gezeten. En dat vond ik echt belangrijk. Mooi om te zien. Iedereen vocht voor elkaar, pakte elke meter. En dat de koploper het dan zo moeilijk kan maken, is alleen maar mooi als zo'n jonge ploeg. Ja, uiteindelijk verliezen jullie natuurlijk wel. Dat komt waarschijnlijk natuurlijk door die rode kaart die jullie vlak naar rust krijgen. Is dat ook echt het kantelmoment geweest in de wedstrijd? Dat wil ik niet per se zeggen, want we deden het gewoon nog steeds uitstekend. We hebben gewoon 30 minuten lang, denk ik, met een rode kaart gespeeld. En ja, we waren eigenlijk nog steeds de betere ploeg. Dus daar lag het niet per se aan. Waar kwam het door dat jullie vandaag zoveel beter waren dan de koploper, wat natuurlijk best verrassend is? Ja, ik denk vooral, als ik naar ons moet kijken, dat wij vooral gewoon echt ons plan heel goed uitvoerden. We wisten precies wat we moesten doen. En ja, vooral wat ik als eerste zei, we zaten vooral op de norm die wij kennen. De Spartaan om gewoon alles geven, elke meter pakken voor elkaar. En dat was het belangrijkste vandaag, denk ik. De eerste helft begint natuurlijk spectaculair, waarin jullie snel op achterstand komen, maar ook alweer binnen 2 minuten op gelijke hoogte staan. Daarna krijgen jullie eigenlijk de beste kansen. Hebben jullie het daar misschien ook wel laten liggen vandaag? Ja, dat wil ik niet per se zeggen, maar ik denk wel dat als je in de eerste helft dan misschien 2 of 3-1 maakt, dat het dan een makkelijkere wedstrijd wordt. Maar ja, als je nog steeds met zo'n rode kaart in de tweede helft nog steeds misschien 3-4 kansen gewoon krijgt, als je die ook benut, ja, dan ga je gewoon ook dan strek je het ook over de streep. Ja, want een 2-1 of 3-1 ruststand was ook niet gek geweest, denk ik. Nee, zeker niet. Zeker niet. Verre van. Dat klopt. Ja, je zei natuurlijk ook die rode kaart. Dat nou, verandert het spel wel. Kan je dan ook niet gewoon, kan je niet voorkomen dan dat je achteruit gedrongen wordt naar die rode kaart? Ja, zeker wel. Tuurlijk. Hun gaan komen. Hun krijgen meer vertrouwen. Want de eerste helft zag je gewoon van ja, hun waren echt bang voor ons. En de tweede helft ook toen we begonnen. En toen kwam de rode kaart. Dan zei weet je, ja, hun gaan wat meer vertrouwen krijgen. Gaan pompen. Gaan wissels inbrengen. Dus dan gaat het wel lastiger worden natuurlijk. En wat verandert er dan tactisch in het veld na die rode kaart voor jullie? Ja, ik denk niet zoveel. Ik denk dat we het gewoon echt heel goed uitvoerden als team. Dus ja, ik denk niet zoveel. We deden gewoon precies hetzelfde eigenlijk, maar ja, dan met een man minder. En dan moet je gewoon extra meters voor elkaar lopen. En dat deden we gewoon perfect. Ja, jij was al naar de kans toen die 1-2 viel in blessuretijd. Maar je zag natuurlijk ongetwijfeld ook dat je teamgenoten daar niet mee eens waren. Waar zat die onvrede in? Ja, ik denk dat veel mensen dachten dat het bij het spel was. En sowieso, ja, je loopt te strijden heel, heel lang. Dan scoren ze in de, volgens mij, 90+5. Ja, dat doet zoveel pijn. Precies. Ja, we zagen jou natuurlijk naar de kant gaan. Wat was er waardoor je naar de kant ging? Ja, ik kreeg kramp in beide kuiten. Ja, ik kon gewoon niet door. Dat is natuurlijk niet anders. Ja, je bent sinds de winterstop weer terug bij Sparta. De club waar je eigenlijk een groot gedeelte van je jeugdopleiding doorliep. Hoe is het nu met jou? Ja, met mij gaat het goed. Ik voel me gewoon weer thuis, zeker. Ik voel me gewoon weer thuis op mijn plek. Ja, gewoon ja, hoe je het zegt. Mijn jeugdclub is weer mooi om hier te zijn. Veel bekenden van Wageningen, Vianello, Triep. Ja, blij om al die jongens weer te zien natuurlijk. Ja, dat zijn jongens waarin je tot 2021 mee samen hebt gespeeld. En toen maakte je de overstap naar Lecce in Italië. Waarom heb je daarvoor gekozen? Omdat ik bij Sparta had ik het een beetje moeilijk. Natuurlijk, je bent jong. Je speelt niet echt bij jong. Dus je wordt teruggezet in de 18 was het voor mij die tijd. En dan denk je van ja, dit was de juiste stap. Op het moment zeker, want ik ben een heel ander persoon geworden, vooral mentaal natuurlijk. Want ik denk bij Sparta, dat als ik daar zou blijven, zou ik niet per se opgeven denk ik, maar dan zou ik een beetje in de dip blijven. En daar kom ik weer aan spelen toe en werd gewoon weer een ander persoon. Het is natuurlijk een bijzondere stap op zo'n jonge leeftijd om naar het buitenland te gaan. Wat heb je daar allemaal geleerd in Italië? In Italië, ja, veel mensen kennen het natuurlijk. Ze zijn heel sterk in het verdedigen. En dat kreeg ik vaak te horen, dat bij mij zeg maar het niet was. Dus ik was goed aan de bal, maar verdedigen was ik vaak te lief. En ja, dat heb ik daar vooral geleerd. En ook mentaal veel sterker geworden. Gewoon van, van wanneer je niet speelt, moet je toch wel blijven gas geven. Wanneer je wel speelt, moet je nog erger gas geven. Dus ja, dat vooral. Daarna maakte je nog even de overstap naar Twente Heracles, natuurlijk gedeelde jeugdacademie. En dan kwam je van de winterstop bij de winterstop weer terug bij Sparta. Is er dan veel veranderd bij de club? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Gewoon ja, nog steeds hetzelfde. Vooral het vechten van Sparta vind ik super mooi. Daar staat Sparta wel onbekend. Ook het eerste natuurlijk. En ja, het is gewoon een mooie club om jezelf te laten zien, om stappen te maken. En een mooie groep natuurlijk ook. Als ik naar de groep kijk, echt een mooie groep. Iedereen is goed met elkaar. Ook in de kleedkamer zijn we altijd met elkaar. Trainen top. Assistent trainen top. Dus niks om te klagen. Goed naar je zin is, zo te horen. Het is natuurlijk een belangrijk laatste deel van het seizoen om te zorgen dat je bij de top 9 eindigen. Hoe beleef jij dat allemaal als je eigenlijk halverwege het seizoen binnenkomt? Toen ik hier kwam stonden we volgens mij 11e en nu staan we 8. Dat is wel mooi om te zien. Maar ik weet als wij gewoon zo doorgaan dat we de top 5 kunnen eindigen. Want het zit zo close allemaal op elkaar. En we krijgen natuurlijk wel op papier moeilijke wedstrijden. Maar ja, ik denk dat wij als ploeg zijnde toch wel op papier een betere ploeg zijn dan de meeste ploegen waar wij tegen spelen. Ga
gaan zien. Morgen, of sorry, volgende week de eerste moeilijke wedstrijd weer tegen Katak. Dan veel succes.